Hoi, Huub. Hey, tjie. Hallo. Hoi, hoi. Nou, gezellig. We zitten hier samen. Ik zal je even kort voorstellen. Ik ga vandaag een gesprek hebben met Hubertine Langemeijer. We kennen elkaar nu al zo'n 6 jaar. En we hebben elkaar ontmoet in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Want onze kinderen kwamen bij elkaar in de klas terecht op hun basisschool. Dus fantastisch. En in die 6 jaar tijd heb ik je aardig goed leren kennen. En in dit gesprek wil ik graag met je spreken over werken vanuit het hart, kunst en creatieve processen en persoonlijke ontwikkeling. En ik geloof dat jij dat allemaal gaat dekken, want je bent inmiddels al 13 jaar de directeur van Stichting Kunstpost. En dat is ergens begonnen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar jouw ervaringen in het werkveld. Hè? Gewoon vanuit jouw persoon. Dus vertel. Nou, in 2007 was er een kunstenaar die naar me toe kwam. Die had de vraag om te willen werken, exposeren en cursussen en workshops te geven in Mariahoeve. En nou, zij heeft het voor elkaar gekregen dat we in het postkantoor konden starten. Dus vandaar dat we onze naam hebben gevonden, Kunstpost. En nou ja, daarna is het als een raket naar boven gegaan. We hebben elke keer wisten kunstenaars mij te vinden, wisten kunstenaars ons te vinden. En zijn er ook allerlei andere kansen en mogelijkheden op ons pad gekomen. En is het eigenlijk elke keer opnieuw uit zichzelf verder gegroeid. Aha, ja, en hoe verliep dat? Het begon met één kunstenaar. En wat was de volgende stap die jullie hadden meegemaakt? Want het ging allemaal vanzelf. Het ging vanzelf, ja. We rolden van het een naar het ander. Nou, we hebben een keer het plan ten doop gehouden in de kerk Kruispunt, dat kon toen. En toen kwamen er mensen naar me toe die wilden aan de ene kant als kunstenaar zich aansluiten, en aan de andere kant waren het mensen die de organisatie wilden ondersteunen. Nou, toen waren we met z'n twintigen en konden we vanaf dat punt verder. En ja, daarna is eigenlijk, we hebben het een paar keer in het wijkkrantje gezet. We hebben hier in de buurt de wijkkrant en dan zet ik daar nou ja, een stukje in. En op basis daarvan kregen we weer nieuwe aanmeldingen. Nou, Anneloes Schroot had dan zowel het postkantoor weten te vinden, maar ook te horen gekregen dat het pand op Isabellenland vrij kwam. Of in ieder geval beschikbaar was. Dus dat was ons eerste pand. En zo hebben we elke keer kwam er van alles op ons pad. En zo zijn we elke keer wat dat betreft heel organisch gegroeid van een idee aan de keukentafel tot de organisatie die het nu is. Ja, en om even een grote sprong te maken van het begin naar het nu. Hoeveel locaties hebben jullie op dit moment? Eén. En we hebben er in totaal 5 gehad in de loop der jaren. Ja, maar op dit moment hebben jullie er één en dat is locatie 364. Ja, klopt. Ja, nou, Stichting Kunstpost staat dus bekend om de ruimtes die jullie verhuren aan kunstenaars. Maar jullie verhuren ook ruimte aan sociaal-maatschappelijke initiatieven. En zoals je vast al weet, pas geleden heb ik Danielle Knierim geïnterviewd, ook binnen dit kader. En ja, ik was heel erg benieuwd naar hoe die samenwerking is ontstaan tussen deze kunstenares en ja, jullie organisatie. Ja, we kregen locatie en zij waren de eerste die binnenkwamen. We zijn in juni begonnen en ik geloof ook dat zij ergens in juni, juli zijn binnengestapt omdat zij een atelier zochten. Ze komen zelf uit het stadsdeel en wilden ook heel graag in het stadsdeel aan het werk. Ja, en dat En was in 2018? 2017, Oh, juni 2000. 2017. Ja. En nou, het pand zag er op dat moment nog niet uit. En zij waren de enigen die daar doorheen konden kijken. Want we hebben andere kijkers gehad. En die raakten volledig in paniek van de puinhoop die het pand op dat moment nog was. Zij konden daar doorheen kijken. En zij hadden een vraag. En op het moment dat ze een vraag hebben, ja, dan speelt dat heel snel. Ik ben een beelddenker. Dus dan laat ik dat beeld heel snel door mijn hoofd heen schieten. Dan vraag ik eerst van of dat beeld wat ik in mijn hoofd heb schieten, of dat is wat zij willen. En dan vervolgens kijk ik hoe ik dan het beeld wat zij in hun hoofd hebben mogelijk kan maken. Dus Ja. zo is de samenwerking begonnen. Zij wilden graag een ruimte en hadden specifieke vragen en eisen die aan de ruimte gesteld werden. En dan kijk ik hoe dat dan mogelijk te maken is. En wat waren hun wensen? Want ik weet dat Danielle werkt als kunstenares en ze werkt met papier. Ja. En wat doet haar vriend? Die drumt en die heeft heel veel verschillende toetsen. Dus Ja. het zijn synthesizer-achtige dingen, allemaal van die elektrische piano's.
Nou, daar wilde hij graag ruimte voor hebben. En vooral op drummen is natuurlijk iets wat je niet overal kan doen. En toen zei ik, nou ja, als je met de winkels... We zitten, de locatie 364 zit bovenop het winkelcentrum. Als je rekening houdt met de winkels, dan is er veel mogelijk. Dus als je drumt na winkelsluitingstijd, dan hebben de winkeliers daar geen last van. En het winkelend publiek ook niet. En op het moment dat je aan isolatie van je hok doet, dus dat het geluid niet heel erg ver gaat dragen en ook zorgt dat je drumstel geïsoleerd is, dan zijn er natuurlijk dingen makkelijker mogelijk dan als je dat niet doet. Maar hij heeft inderdaad een heel drumhok gebouwd en de ruimte daaromheen is haar atelier. Ja. En ja, hij schildert met papier en als hij er is, dan is hij inderdaad bezig om geluid te ontwerpen met zijn synthesizers en zijn drumstel. Ja, en ze zitten dus samen in één ruimte. Hoeveel vierkante meter beslaat deze ruimte? 15, 20, zoiets. Het zal niet veel zijn. Ja. Dus nou, haar eigen atelier is echt is het snippertje wat overblijft van de ruimte die hij heeft. Dus de ruimte die overblijft om het drumhok heen. Dus het drumhok staat tegen de gang aan, zodat het dus zo min mogelijk geluid naar buiten laat uitvloeien. En eromheen zit dan nog een snippertje ruimte en dat is haar atelier. Ja, nou, en ik hoorde van Danielle dat ze daar dus zo, zo blij mee was. Want ze waren met z'n twee op zoek naar ruimte. Ja. En toen ze bij jullie aanklopte, en met name dus bij jou, toen gaf ze aan mij terug, goh, wat is Hubertine toch een bijzonder persoon. Want zij ziet gewoon mogelijkheden waar wij de onmogelijkheden zagen. Dus ze waren eigenlijk heel erg bang voor een nee. Maar toen kwam jij met een ja hoor, jullie zijn welkom. Nou, fantastisch. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jouw brein werkt. Dus kun je me nog een paar voorbeelden geven van hoe jij kunstenaars of sociaal-maatschappelijke initiatieven op weg hebt geholpen? Nou, het eerste wat me te binnen schiet is het Diamanttheater. Is een van onze partners in de wijk en in het stadsdeel. En op dat moment was Perry Leeman directeur van het Diamanttheater. En de school die in de tarwekamp zat was weg, dus daarmee hadden we wat meer ruimte. En ik wilde heel graag ook de tuin kunnen gebruiken. En daarmee hadden we het gangetje wat van het pand naar de tuin ging, hadden we ook. En nou, daar had ik samen met Arnold had ik al een klein podiumpje gemaakt en al een beetje een begin gemaakt van een theaterzaal. Mm-hmm. En toen Perry een keer vroeg van, joh, heb jij nog ruimte? Want we willen ons kantoor van de theaterwinkel verplaatsen. Zei ik ja, want wij waren toevallig, hadden we de kans gekregen om naar beneden te verhuizen met ons kantoor. Want wij gingen naar de beheerderswoning beneden. Ja. En ons kantoor boven kwam vrij. Dus toen zei ik van, nou, ons kantoor komt vrij. Dus als je wil, kan je die gebruiken. Ons kantoor daar had drie verschillende ruimtes. Die was groot genoeg voor hun, want zij zijn best een groot kantoor. Mm-hmm. En aan de andere kant kan je hier ook een theaterzaaltje maken. Want dat hadden ze in die theaterwinkel. Mm-hmm. Nou, toen zijn we er samen doorheen gelopen. Nou, hij heeft net zo'n creatief brein als ik. Dus dan binnen de kortste keren spatten het uit elkaar van oh dit en dat en zus en zo. En we hadden natuurlijk die start al gemaakt, Arnold en ik. Zodat je een beetje kan zien van wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Ja. Nou, we zeiden de theaterwinkel die ze hadden daar ingeperst. Nou, toen hadden we dus echt een prachtige theaterzaal. En ze hadden een goed functionerend kantoor. En als ze dan zeggen, joh, ik heb een tafel nodig. Nou, we hadden daar een tafel staan. Die had ik al gekregen van een vriendin. En die hebben ze naar boven gehaald. Ja. En ja, spullen regelen is ook vaak niet het moeilijkste. Mm-hmm. Dus ja, geef een lijstje met spullen die je nodig hebt. En ik ga met de aanhanger op pad en je hebt ze zo staan. Ja, ja, inderdaad. Ja, nou, dit verhaal doet me ook heel erg denken aan het verhaal dat je vertelde over een ander sociaal maatschappelijk initiatief. En het begon met een atelier in Vilt. Of kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Nou, we hadden op het Tarwekamp een heel mooi groot atelier met een... Het enige atelier wat we daar hebben met een harde vloerbedekking. En daar zat ook een waterkraan in. En toen kwamen twee initiatiefnemers naar me toe van ja, we willen graag met Vilt aan Zee. Bij jullie een atelier, kan dat? Ik zei, nou ja, dat kan. En we hebben toevallig net een ruimte vrij die geschikt is. Want ze gaven ook aan dat ze heel veel nattigheid hadden en dat de vloer daar nat van werd. Ik zei, nou, dat kan. En dat heeft een eigen kraan. Het heeft wel aanvoer, maar geen afvoer. Dus als je het in bakken doet, het water die verplaatsbaar zijn, kan je het water in het toilet doen. Mm-hmm. Maar dan heb je wel gewoon vers water in je eigen atelier. Ja. En die wilde graag wat meer productie. En toen zei ik van, nou ja, doe het misschien met mensen waar je subsidie mee krijgt. En die zijn toen vervolgens Vrolijk Werk gestart. En bij de start van Vrolijk Werk hebben ze toen een crowdfundingsactie gehouden. En het doel van die crowdfundingsactie was onder andere om eigen schapen te hebben. En die schapen die waren dan van een speciaal merk, want het ging dan vooral om de wol. Dat de wol die van die schapen afkomt geschikt is om mee te filten.
En omdat ik het zo'n leuk idee vond, toen vroeg ik wat kost een schaap. Toen zei ze 150 euro. Toen zei ik, nou, hier heb je 150 euro en succes met je schaap. Ja, dus, dus je hebt hem zo, ook doe nog gedaan. een schaap gegeven. Ja, want ik vond het wel interessant dat je het hele veel proces wil volgen vanaf het eten geven aan het schaap tot aan het eindproduct wat je in de winkel kan hangen. Dus Ja. dat je de hele keten zelf in handen hebt, dat vond ik wel super gaaf. Dus daarom had ik zoiets van, hier heb je geld. Dan via Kunstbos heeft ze het geld gegeven om een schaap te kopen. Ik dacht van, nou, ga maar doen. Ja, absoluut. Dat is Ja. echt waanzinnig om op zo'n manier twee initiatiefnemers op weg te helpen. Dus ze hebben eigenlijk dankzij jouw input hebben ze hun organisatie veranderd. Hè, van Vilt aan Zee naar Vrolijk Werk. Ja, dat zijn nu twee verschillende organisaties. Vilt aan Zee bestaat nog steeds en die is in daar eentje doorgegaan. Aha. Ik zit nu op de Boekhorststraat met een heel mooi eigen atelier daar. En Vrolijk Werk is echt een maatschappelijke organisatie geworden voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via het filter weer terugkomen. En dat zijn nu twee dingen die los van elkaar staan, maar de basis is dat ze samen gestart zijn. Ja, oh, vandaar. Ja. Ja. Nou, we hebben nu dus wat ingezoomd hè, op hoe jij kunstenaars, maar ook sociaal-maatschappelijke initiatiefnemers op weg kan helpen. Nou, en heel veel van wat je doet draait ook om kunst. Hè, dat je organiseert allerlei evenementen die jaarlijks terug blijven komen. Kun je daar iets meer over vertellen? De doelstelling van Kunstbos is natuurlijk om kunst zichtbaar te maken. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen, want er zijn heel veel verschillende vormen van kunst. Ja. Een van de kunstenaars die wij hebben, Maria Starke, die is 37 jaar celliste geweest bij het residentieorkest. En die wilde heel graag klassieke concerten in de wijk geven voor een heel klein prijsje, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En vooral voor mensen die normaal niet naar een concertpodium zouden gaan. Ja. Dat deed ze al 5 jaar, maar de samenwerking die ze had, dat einde aan de samenwerking. En toen vroeg ze, kan ik dat met Kunstbos doen? Ik zei, ja, tuurlijk. En toen zijn we ook gaan zoeken naar een zaal die beter geschikt was bij de concerten. En toen hebben we de Kerk Kruispunt gevonden en die wilde inderdaad meedoen. Dus toen hebben we het daar gedaan. Dat liep hartstikke goed. Dus jaar later zaten we in een kerk. De Christus Triomvatorkerk, dat liep wat minder, want dat was niet op zondagmiddag, want dan hebben ze daar kerkdiensten. Ja. En omdat ik dat deed, kwam het conservatorium naar me toe van, joh, ik zie dat je heel veel tijd en aandacht geeft aan kamermuziek. Zou je dat voor ons ook willen doen? Zouden we daarin partners kunnen zijn? En toen zei ik van, ja, laten we dat dan samen met Diamanttheater doen. Dus dan zijn de drie culturele partners in het Stadsdeel hebben zich verenigd. Ja. En toen zijn we met het Kamermuziekfestival begonnen. En dit jaar in april zou dat de 5e keer zijn. Maar ja, vanwege de corona is het niet gelukt. Maar zo zijn we dus in het Kamermuziekfestival gerold. En zo rollen we eigenlijk van het een in het ander elke keer. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ja, dat merk ik dus ook aan je verhalen. Dat het eigenlijk allemaal zo vanzelf gaat. Ja, zoals jouw creatieve brein werkt. Zo komt eigenlijk ook het werk allemaal naar je toe. En maak je er steeds iets anders van. En nou, wij hebben ook samengewerkt hè, in de vorm van een coachingstraject. Dat is alweer heel lang geleden. Maar wat heel erg naar boven kwam, was dus dat je op een gegeven moment in jouw leven besloot, ik wil gewoon vanuit mijn hart gaan werken. Ja? En dat wat je nu aan het doen bent, dat komt dus echt helemaal vanuit je hart. En het gaat je makkelijk af omdat je al je talenten in kunt zetten. En hoe was het daarvoor? Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe was het om te werken binnen een ander kader? Vanuit de persoon die je bent. Nou, dat ging heel lastig. Want toen ik ben in 93 heb ik mijn HAO-diploma gehaald hier in Den Haag aan de Management, Economie en Recht opleiding. En toen ben ik gestart als managementassistente. Nou, ik ben zelf dyslect, dus dat ging niet zo goed. En daarna ben ik eerst als uitzendkracht ben ik doorgerold van het een in het ander. En daarna heb ik ook wel eens een tijdelijk contract gehad. Maar ja, als beelddenker pas je dan niet in zo'n lettergerichte organisatie. En dan liep ik ook elke keer vast dat ze zeiden van ja, maar met een HAO-opleiding moet je dat toch kunnen? En moet je niet zoveel taal- en spelfouten maken? Nou, op school vonden ze die taal- en spelfouten aanmerkelijk minder erg dan op het moment dat je dorpsstraat of dorpsstraat stuurt. En dat als organisatie uitstuurt, dan vinden ze toch dat dat goed moet zijn. En ik had zoiets van, nou, als de postcode maar goed is, nou, dat ging ook niet helemaal top.
Dus ja, dat ging gewoon niet goed. En ik heb ook als kwaliteitsmedewerker gewerkt, onder andere bij het ministerie van Landbouw. Ja, dan moet je dus echt heel strak in heel klein kader mensen zien te duwen om het proces financieel controleerbaar te houden. Want het ging in dit geval om subsidie en subsidieverantwoording. En ja, dan merk je gewoon dat als ik als beelddenker moest ik dus mensen in een hokje gaan duwen. Plus dat moest in stapjes. Ja. Ja, daar werd ik gewoon niet gelukkig van. Zij werden niet gelukkig van mij en ik werd niet gelukkig van hun. Dus toen uiteindelijk na jarenlang proberen van 93 tot 2007. Mm-hmm. En toen heb ik gewoon ook doorgehakt en ben ik voor mezelf begonnen. Ja, en ja. Toen de Anneloes gevonden, toen heb ik de stap durven wagen en ben ik gewoon voor mezelf begonnen. Ja. Ja, klopt. Maar wat ik sowieso merk, hè, wanneer ik zo een carrièreverloop van mensen observeer en tot me neem, dan merk ik wel dat eigenlijk alles wat je hebt gedaan, hè, heeft wel geleid naar wat je nu aan het doen bent. Dus ja. Als ik het me goed herinner, heb je een keer op de werkvloer iets meegemaakt waaruit bleek dat werkelijk jouw talent was. Volgens mij had het iets te maken met organiseren of dat je samenwerkte met een coach of... Ja. Weet je nog? Ja. Nou, ik was heel actief binnen het studentenleven. En daar heb ik onder andere in de Lustrumcommissie gezeten van de Haagse Studentenvereniging. En nou, toen had ik eerder dat jaar gezien dat er een olifant op een markt in Delft rondstapte voor een studentenevenement. En toen wij zelf in februari een optocht hadden, wilde ik die olifant hebben. Want ik dacht, van, nou, het is wel apart. Want in dat geval zou, in ons geval ging... Socrates Euclides bezoeken, want dat hoort bij de traditie van de vereniging. En ik wilde dan dat Socrates op de olifant naar Euclides zou gaan. Maar het was februari en de olifant mocht niet naar buiten. Maar ik heb stad en land afgebeld om die olifant te vinden, want ik wist dat die er was. En het was nog zonder internet. En het was ook nog ja, gewoon met de telefoon. Hoi. Dus... Nee, wegwezen. Het is niet te veel. Wat een beetje, Chiri. Hi, Lou. Hey, we zijn even bezig met een gesprek. Ja. Oké. Okay. Doei. Niet er doorheen. Even niet er doorheen, schat. Oké. Okay. Even ook dat niet doen. Nou, zo zie ik. Dit is het leven van werkende moeders. Ja. Dus. Ja, even niet doen, schat. Maar toen heb ik dus stad en land afgebeld om de olifant te vinden. En het is me gelukt. Ook al verklaren ze je voor gek als je BO-rent belt. En die zeggen van ja, ik heb meer verstand van drilboren dan van olifanten. En voor de gemeente heb ik gewerkt voor een Russische topcoach, Tatjana Maslova. Die was mijn direct leidinggevende daarbij. En, waar is papa? Dat weet ik veel. Daar moet je even verder kijken. En Tatjana die... Die deed kwaliteitscertificeringen. En er was één certificaat uitgegeven. En toen wilden ze dat vieren met afdelingen die gecertificeerd waren. En toen had ze als idee om 10 uur. En dat ze om 2 uur met z'n allen taart wilden eten. En mensen een bloem wilden uitdelen. Nou, dat is gelukt. Dus toen heb ik gebeld naar allerlei verschillende organisaties in de directe omgeving die bloemen en die taart konden leveren. Ja. En uiteindelijk was de Multifly die om de hoek zat, die dan 350 flypunten heeft kunnen leveren. Mm. En de bloemenwinkel waar we regelmatig contact mee hadden, die heeft alle rozen die ze had ingepakt en met een kaartje eraan bedankt. En wat ze tekort kwam, zei ik, nou, vul maar aan met andere bloemen die ook leuk zijn. Ja. Toen was ze uitverkocht. Ja. En hetzelfde geldt voor Multifly. Die kon ook een bordje ophangen van, ga maar naar huis, want vandaag hebben we niks meer. Het moet weer uit de fabriek komen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, dus nou, via het werken op de werkvloer ontdekt je wel een aantal van je talenten. En daar heb je ook je werk van gemaakt. Hè? Hoe zeg je dat? Dat je, natuurlijk gebruik je al je talenten voor Stichting Kunstpost. Maar daarnaast heb je nog 2 andere bedrijven. En een ervan is Best Management Services. Dus als er vanuit organisaties een vraag is van... Goh, kun je dit voor me oplossen? Dan kunnen ze bij jou aankloppen. En er is nog een bedrijf die je hebt opgestart. En dat is Art Deco Events. Kun je even kort iets vertellen over Art Deco Events? Art Deco Events is voor ecologische evenementen... En duurzame bedrijfsuitjes. En daarmee houden we rekening met mensen en milieu. En dat is vooral ook zo min mogelijk te belasten. Ja. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te doen en aan te bieden.
Ja. Nou, jeetje, wat een boel, Hubertine. Het is echt waanzinnig wat jij allemaal doet. Ik herinner me dat je me ooit vertelde, nadat we elkaar hadden gezien en gesproken. En toen zei je, nou ja, weet je, Chung, er zijn zoveel dingen die door mijn hoofd heen gaan en dat gebeurt allemaal naast elkaar. En ik heb ooit eens geprobeerd een assistente naast me te hebben lopen, maar dat lukte niet, want die hield me niet bij. Dus. Nou, en jij doet het wel allemaal. Dus ik vind het echt echt heel bijzonder. En ik vind dat je een voorbeeld bent van wat er allemaal uit iemand kan komen. Echt fantastisch. Dus Hubertine, ik wil je hartstikke bedanken voor alles wat je met mij hebt gedeeld. En is er nog iets wat jij zou willen zeggen? Nou, dankjewel voor deze kans en bedankt voor het interview. Graag gedaan. En we spreken elkaar nog binnenkort. Oké. Oké, dan. Hoi, hoi. Doei.